Goedemorgen allemaal, welkom weer. Zoals je ziet, ik zit hier op strand, maar het is niet zo zonnig. Het is een beetje schaduwrijk eigenlijk, of schaduwachtig. En ik wil vandaag met jullie ook op zoek gaan naar een schaduw. En een schaduw in de Bijbel, in het Oude Testament, wat eigenlijk al gaat over Jezus. En Jezus zegt ze namelijk zelf, ook in Johannes, van heel de schrift getuigt van mij. En een stukje verder, als hij met de Emmausgangers op weg gaat, dan staat er ook dat hij ze uitlegde alles wat er over hem in de schrift stond opgeschreven. Van Mozes tot en met de profeten. Nou, ik vind dat persoonlijk al super gaaf. Hè, want dan zie je eigenlijk dat Jezus niet iets is van alleen maar het Nieuwe Testament. Nee, maar al helemaal voorspeld wordt in het Oude Testament. En het daar vanaf het begin al verkondigd wordt. En het is eigenlijk ook heel geruststellend. Vind ik, hè? Omdat je ziet dat God al vanaf het begin af aan de komst van de Heer Jezus heeft voorzegd. Hè? Weliswaar bedekt misschien, maar je kan het nu al teruglezen. En dan denk ik van ja, God weet echt wel waar hij mee bezig is. En hij heeft het hele plan al klaar liggen en dat geeft mij gewoon heel veel rust. Maar voordat ik een Bijbeltekst met jullie wil gaan lezen, wil ik dat jullie even terugdenken aan een heel bekend kinderspelletje. Dat is Tikkertje. Ja, wie kent het niet? En je had een tikker en je hebt iemand die getikt moet worden. En als je getikt moet worden, moet je gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk weg bent, wegkomt. En als die tikker dan bij je in de buurt kwam, dan had je altijd wel een paar plekken waar je vrij was. Een hekje of een bankje of ja, alles wat je had afgesproken in principe. Want als die tikker er dan was, dan kon je daar kon je schuilen en dan was je vrij. Dan mocht je niet getikt worden. Nou, met die gedachte wil ik de volgende Bijbeltekst gaan lezen. En dat staat in Jozua 20. En dat gaat over de vrijsteden. Vanaf vers 1, en dan staat er, de Heer zei tegen Jozua, zeg tegen het volk van Israël dat het de vrijplaatsen moet aanwijzen waarover ik al bij monden van Mozes met jullie gesproken heb. Iemand die per ongeluk, zonder enige opzet, een ander heeft gedood, kan daarheen uitwijken voor de bloedwreker. Hij kan naar een van die steden vluchten en in de stadspoort zijn zaak aan de oudsten voorleggen. Ze moeten hem in hun stad opnemen en een plek geven waar hij kan wonen. En als de bloedwreker hem dan achterhaalt, mogen ze hem niet uitleveren. Ten slotte heeft hij zijn slachtoffer niet opzettelijk gedood en hem nooit gehaat. Hij kan in de stad blijven tot hij voor de volksvergadering moet verschijnen. En wanneer hij vrijgesproken wordt, mag hij er blijven wonen tot aan de dood van de dan zittende hoge priester. Nou, dit stuk gaat dus over de vrijsteden en Israël gaat het beloofde land in en er worden 6 vrijsteden aangewezen waar een doodslager dus naartoe kan vluchten. En het is aan iedere kant van de Jordaan zijn het er 3, noorden, in het midden en in het zuiden. En die liggen op vaak op een wat hoger gelegen gebergte, zodat je ze goed kon zien. De weg ernaartoe moest altijd vrij zijn en de plekken zorgden ervoor dat je binnen een halve dag reis ook bij zo'n vrijstad kon zijn. Zodat je niet gegrepen kon worden, laat maar zeggen. En het mooie eraan is, dat staat er ook nog, het is, die vrijplaatsen zijn voor de Israëliet en de vreemdeling die bij hem woont. Dus het is in principe voor iedereen ook. Maar als je daarna naar kijkt, dan kun je denken van ja, dat is leuk, dat is voor het rechtssysteem van Israël. Maar tegelijkertijd geeft dat ook al een beetje een afspiegeling van Jezus. En dat vind ik nou zo gaaf. Als je dan ziet van ja, oké, wat? Waar diende het nou voor? Het was voor de toevlucht voor de doodslager. En als je kijkt naar de dood van de Heer Jezus, kun je jezelf afvragen van wie is daar nou eigenlijk schuldig aan geweest? Zijn het de Joden die riepen kruisig hem, kruisig hem? Of zijn het de soldaten die gewoon de orders opvolgden en die hem inderdaad ook gekruisigd hebben? Of misschien zijn wij het wel, hè? Omdat er ook staat door onze zonde is hij doorboord. Hè? Zijn wij dan moordenaars of... Ja, hoe zit dat nou? Nou, het is belangrijk om te weten wat Jezus daar zelf over zegt. Hij zegt zelf van, ja vader, ook aan het kruis, vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. En even later zegt Petrus ook al tegen de mensen om zich heen, tegen de Joden, van ja, jullie deden het uit onwetendheid. En dat, eigenlijk zijn dat al 2 zinnen die heel veel genade uitspreken, omdat we daarmee geen moordenaars zijn, maar doodslagers. En als je doodslager bent, hebben we net gelezen, dan mag je ook je toevlucht zoeken in de vrijstad. En ook nu in de vrijstad die Jezus heet. Je mag naar hem toe rennen.
En je mag veiligheid bij hem vinden en je wordt daarbij niet veroordeeld. Sterker nog, hij heeft uiteindelijk ook zelf het oordeel op zich genomen. Nou, voor wie waren die vrijsteden dan? Eigenlijk voor iedereen. Ik zei het net al, het is de Israëliet en de vreemdeling. Dus ook jij en ik. En dat kan best wel eens heel raar aanvoelen. Hè? Als je iets hebt gedaan waarvan je weet van het is niet oké. Okay, om dan juist naar Jezus toe te gaan. Juist naar die vrijstad toe te gaan. Terwijl misschien voor je gevoel denk je van ja, ik moet daar juist wegblijven. Weet je? Ik ben het niet waard om daar te komen. Nou, eigenlijk niks is minder waar zou ik zeggen. En Jezus roept ons ook op. Hè? Kom naar mij toe. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En nader tot mij en ik zal tot u naderen. Weet je, en er staat ook van, hè, wie tot mij komt, of wie bij mij binnenkomt, ik zal hem beslist niet uitwerpen. Weet je, het is net als met het voorbeeld van tikkertje. Ja, je kunt gaan wegvluchten, je kunt alle een beetje verstoppen, zodat je niet getikt wordt. Maar de kans dat je getikt wordt, blijft bestaan. Weet je, de enige plek voor veiligheid is bij het plekje wat je hebt afgesproken op de bank. Of hier in dit geval de Vrijstad. En het laatste punt wat ik nog even wil aanstippen is de locatie van die vrije steden. Ik zei net al, ze waren op verschillende plekken over Israël gesitueerd. Zodat je daar binnen een halve dag kon zijn. En nu, als je nu kijkt naar Jezus, ja, daar hoef je geen halve dag meer voor te reizen. Maar het punt is wel dat hij heel dichtbij is. Ik bedoel, deze bemoedigingen heten ook God dichtbij. En dat is het ook, hè? Want je hoeft alleen maar je ogen te sluiten. Je handen te vouwen en je kunt tot hem naderen. Ja, ik vind het onwijs mooi om dit zo terug te lezen, ook al als beeld over de Heer Jezus. Ik hoop dat jullie dat ook hebben. En, nou, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag vandaag. En ik hoop dat jullie er ook nog even over kunnen nadenken. En ik wil graag nog afsluiten met een kort gebed. Ja, Vader in de hemel, Heer, hoe wonderlijk is het, Heer, om al over de Heer Jezus te lezen in het Oude Testament. Heer, nu met de vrijsteden. Heer, dank u wel dat we onze toevlucht bij u, Heer Jezus, mogen nemen. Heer, dat we vrij mogen zijn in die vrijstad. Heer, en dat er geen veroordeling is voor ons als doodslagers, Heer. Maar dat we door uw genade daar mogen leven. Heer, ik bid ook dat we het mogen beseffen, Heer. Dat we het niet op andere plekken gaan zoeken, Heer. Maar dat we naar u toe mogen rennen, Heer, als het nodig is. Heer, en het is ook zo nodig. Heer, we maken iedere keer weer fouten. Heer, dank u wel voor uw genade. En ja, ik bid ook dat uw waarheden, Heer, ook wat in uw woord staat, Heer, dat het in onze harten gegrift mag gaan worden. Dat we ons heil bij u mogen zoeken, Heer. Heer, dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Ik wil Ineke Ouwehand bemoedigen, want door de extra maatregelen voor de verpleeghuizen de afgelopen periode, ja, dat heeft best wel meer impact gehad voor Ineke en IJsbrand. En ja, ondanks de versoepelingen, ja, blijft het toch wel spannend, want die maatregelen kunnen zomaar weer aangescherpt worden. Dus Ineke, de tekst waarmee ik je wil bemoedigen, dat zijn de woorden die Jezus zelf uitsprak als troost en bemoediging voor zijn discipelen. Dat is Johannes 14, vers 27. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. De omstandigheden die kunnen ons onrust geven en je zelfs moedeloos maken. Maar de innerlijke vrede die Jezus ons geeft, zijn shalom, die staat vast. Deze bemoediging wilde ik je graag geven. Met de hartelijke groetjes. Ja, ik wil tegen haar zeggen, Gods trouw is mijn bescherming en voor iedereen. En dat doet hij elke dag.